de Kuning Quick Step, la meilleure équipe du monde. Avec des coureurs au top, dévoués les uns pour les autres. Comme Yves Lampaert et Tim De Klerk. L'un est leader de l'équipe, l'autre est le parfait équipier. Deux caractères différents, mais aussi deux potes inséparables. C'est eigenlijk wel een speciaal verhaal dat hij al, dat we al zo lang maat zijn eigenlijk van toen we nog bij de belofte samen reden. Dus en dat je dan eigenlijk al maat zit en dan elkaar nog een keer vinden in de ploeg van uw droom, dus dat super natuurlijk. We woonden niet ver van elkaar eigenlijk en zo is dat eigenlijk gegroeid. Van samen te koersen ging het af en toe samen uitgaan en samen op trainingsstages te gaan en elkaar beter en beter leren kennen. En dat is misschien wel mijn beste maat, zowel op de fiets, maar ook naast de fiets. Ik heb meest contact met hem van iedereen. Yves et Tim, une étroite amitié qui a une influence positive sur le reste de l'équipe. C'est vraiment un bon duo. Je pense que eux deux aussi ont une très grande amitié. Depuis longtemps, je pense. Depuis longtemps, et ils sont aussi toujours ensemble. Et franchement, tu les regardes tous les deux, t'es obligé de rigoler, quoi. Ouais. Ils se parlent pas, ils se crient dessus, en fait. Et franchement, ça vaut le coup de les voir dans le bus après une arrivée, c'est sympa. Course, stage et entraînement. Yves et Tim font tout ensemble. Het zotste is dat we kunnen altijd blijven babbelen en doen met elkaar, terwijl we al zoveel dingen vertellen dat we eigenlijk nooit uitgepraat geraken. En dat is wel super geestig voor mij, iemand dat je zo dikwijls mee optrekt, dat je kunt blijven dingen vinden om over te praten. Tim is een roddelaar aan het blok, dus al de nieuwe weetjes van de streek. Je is nu wel wat verder geworden, maar we gaan altijd zoveel mogelijk toe op aan het trainen. Een feestje. Laatst dan een little betoond, om hoe je haal doet. Ah. Yves et Tim courent dans la même équipe. Et lors de la course, chacun joue son propre rôle. L'un est leader de l'équipe, l'autre équipier. L'un sous les projecteurs, l'autre travailleur de l'ombre. Hallo de, moeten we ze binnen zijn? Iedereen kent zijn eigen taak. Het zijn twee totaal verschillende taken. Maar toch, het feit dat die samen in een wedstrijd zijn, maakt wel dat die echt wel tot een beste niveau kunnen uitgroeien. Ik denk dat het redelijk zeldzaam is in profpeloton dat er twee gasten echt zo goed overeenkomen en dat elkaar eigenlijk echt wel alles gunt. Het is geen greintje jaloezie tussen ons. Dus het is echt wel oprecht. Le Grand Prix sa main en mars 2019. Tim De Klerk s'échappe et se donne à fond pour la victoire. Die moment dat ik zou demareren, ik leefde meer en meer of dat ik zelf in koers had. Op een moment ook dat ik ging winnen. Ik kom in en snuim mijn been. Et même si Tim passe juste à côté de la première place au sa main, ses efforts sont très appréciés par l'équipe. Moi j'ai beaucoup d'admiration, oui, mais aussi du respect parce que il a un rôle qui est pas facile. Voilà, c'est pas forcément le coureur le plus médiatisé de l'équipe ou qu'on voit tout le temps sur le podium, mais par contre, c'est en grande partie grâce à des coureurs comme lui et à son travail. Il est très plus bewust et loyal. Il est soms te brave. Want il onderschat zijn eigen vele keren. Ik heb hem dat dikwijls gezegd. Dire ce qu'on pense. Seuls les vrais potes peuvent être parfaitement honnêtes entre eux, même si ça peut parfois provoquer des étincelles. Die twee, dat is gewoon een komisch duo. Die vullen elkaar aan, die zitten elkaar constant uit te maken en die gaan altijd op elkaars kap, maar altijd op een zo leuke manier. Omdat je ook weet dat dat natuurlijk, dat is een humor. En die gaan voor elkaar ook door het vuur. We zijn een keer het kop van de peloton en de Ronde van Spanje, voor geel peloton, zitten roepen met elkaar dat die man. Totdat s'avonds Nicky Terpstra er eens moet tussenkomen. Maar hè, je moet je boel maken, maar stop met dat van voor het peloton, heel het peloton is in de hand tutelen. Yves et Tim, coureur pro et superpot. Dat is eigenlijk voor de meesten. Ik ben eens af en toe voor zijn trouw. Het is wel heel goed maken. Dat is echt voor het leven. Dat kan niet meer verbroken worden.